Ik ben Saskia Prins. In het dagelijks leven was ik oorspronkelijk kandidaat-notaris. Ik vond het hoog tijd om ook eens iets met mensen te doen. Toen ben ik bij Robinson Crusoe terechtgekomen en nooit meer weggegaan. Ik ben zeker al 20 jaar vrijwilliger. Ik heb het gevoel dat iedereen op het water de beste versie van zichzelf is. Daar gaat een bepaalde rust van uit en tegelijkertijd ben je actief. Het is spannend om je door de wind te laten voortbewegen op het water. Heel veel mensen doen nieuwe dingen, ontdekken nieuwe dingen ook over zichzelf. Ontdekken dat ze iets kunnen. De eerste keer dat ik hier was, ben ik gaan kanoën met een jongen die een motorongeluk had gehad. En die had een dwarslesie. En die ontdekte dat hij zelf, helemaal zelf, uitstekend kon kanoën en dat zelf weer kon. Ik heb ook wel eens op een hele vlagerige dag gezeild met iemand met een hersenbeschadiging die ontdekte dat zijn reflexen er nog in zaten vanuit de tijd dat hij zelf kon zeilen. Ik heb nog nooit iemand zo gelukkig zien kijken als die jongen toen hij ontdekte dat het zeilen bij harde wind hem nog heel goed afging, terwijl hij eigenlijk een heel stuk levenskwaliteit had ingeleverd. Daarom vind ik het hier onvoorstelbaar waardevol om te watersporten en vakantie te vieren met een grote groep mensen. Het gebouw was 20 jaar geleden, toen ik hier voor het eerst kwam, helemaal glanzend en nieuw. Ik vond het een hele mooie accommodatie. Als je ziet hoe intensief het gebouw gebruikt wordt, dat is onvoorstelbaar. Mensen rijden er met rolstoelen tegen de wanden. Mensen trekken zich op aan dingen die daar niet voor bedoeld zijn. Het wordt intensief beleefd en geleefd. En ja, na 20 jaar kan je je voorstellen dat dat gebouw op zijn achterste benen loopt. Ook al staat het nog hier overeind, het is wel aan een upgrade en wat herstel toe. Zo moet de keuken een beetje uitgebreid worden, want de keuken is natuurlijk het hart van het huis. Overal, maar ook hier. Fijn als de keuken wat ruimer wordt, want nu is die met één grote rolstoel over het algemeen vol. Ja, het interieur is ook wel echt afgeleefd. Dat zeg ik, 20 jaar geleden was het allemaal prachtig nieuw en het heeft echt geleefd. Het interieur heeft 20 jaar heel intensief geleefd en geleden en dat is ook echt wel te merken en te zien. Het is met kunst en vliegwerk en heel veel inspanning van de bemanning nog dat alles zo goed functioneert. Maar het zou ontzettend fijn zijn als het de komende 20 jaar ook weer goed kan functioneren. Op de website www.sailwise.nl vind je uiteraard alle contactgegevens. Word vooral donateur en help Robinson Crusoe.